Bas Bonnier is super trots op zijn eerste Sinterklaasfilm voor doven en slechthorenden. Toen ik was opgegroeid, ging ik wel naar Sinterklaasfilms kijken. Maar die waren niet ondertiteld, geen gebaren. Dus ik kon er niet volgen. En nu heb ik mijn droom bereikt. Dat was niet zo slim, Rommelpiet. Hij maakte films samen met regisseur Ricardo Gerritsen, die hij leert kennen via Facebook. En toen kreeg ik een e-mailtje van Bas of ik interesse had om met hem samen de regie te doen van dit project. En daar heb ik geen seconde over na hoeven denken. Sorry Sinterklaas. Alle rollen worden gespeeld door doven en slechthorenden. En Bas speelt ook mee in de film. Maar welke rol hij speelt en hoe hij ineens 50 centimeter langer is? Het is echt het geheim van Sinterklaas. Voor Ricardo is het soms ingewikkeld om met de acteurs te communiceren. Inmiddels kan ik de drie belangrijkste gebaren, dat dan wel. Nou, laat maar even zien dan. Sinterklaas, dat is Sinterklaas. Dit is Piet. En ja, dit is koffie, dat is dan ook een heel belangrijke. De film is niet alleen voor doven en slechthorenden. De hele film is gewoon met voice-over en in gebarentaal, dus voor iedereen. Sinterklaas en Kleine Nicolaas gaat 20 november in première.